7 uur. Kinderen die worden zo wakker, ze moeten zo naar school. Ik ga eigenlijk een paar keer per week ga ik even 's ochtends vroeg naar de winkel, lekker rustig. En kijken of er nog wat aanbiedingen zijn. Het gebeurt ook wel eens dat ik helemaal voor niks kom, maar er zijn nu wat dingen van de vorige dag. Ik ga eigenlijk bijna elke dag naar de winkel, dus ik heb niet een heel karretje vol. Maar daardoor heb je wel gewoon wat goedkopere producten. Het scheelt echt heel veel geld. Jij was al wakker. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja. Goedemorgen. Ben je wakker? Ja. Wakker, Esra? Maar het voelt al beter. Ja, en er moet natuurlijk nog veel meer gebeuren. Afwasmachine moet leeggehaald. Dingen van gisteren nog afgewassen. Zo, Joshua gaat bidden. Ja. Ik zou eten voor buiten zijn. Maar zul je leeg? Nee. Ja. Straks gaan we doen hier thuis. Dat doe ik helemaal in mijn eentje. En dat we moeten dat doen helemaal voor de andere zieke mensen. Amen. Amen. Eet smakelijk. Heer, zeg dat ik dan Jezus wel. Amen. Ergens. Doei, Gideon. Het is een soldatenjas, want je bent net een soldaat. Soldatenjas. We zijn een beetje laat, hè? Kom. Ja, heel laat. Nee, maar je weet het precies. Het is 8:30, we moeten een beetje opschieten. De gauw naar school, het regent. Oh, het is nooit zo leuk hè, regen. Ik vind wel deze leuk. Ja. Ik vind wel een klein beetje deze leuk, maar het is heel leuk. Dan zijn we nog net op tijd, hè? Loop maar naar je klasje. Nou, die zijn binnen op school. Dat zijn er. Moet ik even nadenken. Dat waren er 4. 4 op de basisschool. Tijmen is al naar de middelbare school. Jaal die was logeren vannacht, dus die was er sowieso niet. En dan is alleen Juda nog thuis. Dus we moeten straks nog wel de bende gaan opruimen thuis. Kinderen die zijn lekker op school. We hebben ze lekker. Lekker. Sorry. Take two. Kinderen. De kinderen zijn op school. We hebben ze net weggebracht. En hebben wij even een momentje samen. Juda die zit boven te spelen. Jij bent ook druk bezig. Toch? Ja, dat is wel leuk om te vertellen, want sommigen weten het nog niet. Maar de laatste paar jaar ben ik druk bezig geweest met het schrijven van een boek. En. Nou, nu komt hij bijna uit, dus in november. Maar goed, het is een boek over ons verdriet. Maar tegelijk is het echt wel vol met hoop en ook juist datgene wat ons bemoedigt. Dus het boek, in het boek schrijf ik over de dagen in Albanië toen Mirjam ziek werd en toen ze stierf. En ook over wat er vervolgens allemaal gebeurde. Eigenlijk gaat het boek maar over 3 weken. Over de dagen inderdaad rondom het overlijden van Mirjam. Het boek gaat eigenlijk maar over 18 dagen. Dat is een hele korte tijdspanne. Terwijl het boek heel dik is. Iets van 350 bladzijden wordt het.
Maar in die 18 dagen is ook zo ontzettend veel gebeurd. Dat zijn de dagen dat Mirjam ziek werd en dat Tijmen en Gideon ook op de intensive care werden opgenomen in Albanië met dezelfde bacteriële infectie. En het was een hele moeilijke tijd en tegelijk een tijd vol van wonderen en vol van Gods nabijheid. En daarom wilde ik het ook opschrijven. En er zit heel veel hoop en bemoediging in het boek. Dus ik hoop dat het voor heel veel mensen een houvast mag zijn. De titel van het boek is Als de hemel openscheurt. En de ondertitel Een waar gebeurd verhaal van verdriet, verwondering en victorie. Gezellig, hè? Ik ga even met Gideon en zijn schoolklasje even naar een excursie toe. Dan ga ik even rijden. Dan ga ik daar ook eventjes werken met een laptopje. Nou, we gaan naar een excursie. Wat voor excursie? Ja. Gaan we pannenkoeken eten? Een techniek-excursie. En dan ga ik even werken in een cafeetje, een restaurantje ergens. Nou, ik maak even van de gelegenheid gebruik om hier een bakje koffie te drinken en even te werken. Altijd hoop te doen, dus helemaal terugrijden naar huis, dat is ook weer niet handig. Hey, wat heb je daar lekker? Nog een. Jongens, wie wilt er nog meer? Nee. Nog een twee. Nog een kroketje. Hier dan. Hé, Gideon, wat gaan we doen? Steken. Leuk, hè? Het is lang geleden trouwens, maar het is natuurlijk zulk lekker weer buiten. Was zo lekker weer. Niet dus, het regent pijpen stelen, dus wat gaan we dan doen? Lekker spelletje. Ja, hotel. Jup. Je hebt president en royal. Ik kan hooguit 3 gooien. Als ik hoger gooi, dan ben ik nu echt af. Kijk, even kijken hoor. Wat? Nog steeds niet. Nee. Ja, nu kan ik alleen nog maar 2 gooien. Nu ga ik echt af. Kijk maar. Nee, nog steeds niet. Kijk hem dan hier, hoeveel geld hij heeft. En kijk nou naar mij, hoeveel geld ik heb. Wauw. En ik gooi? Nee. Yes. Je hebt gewonnen. Hey, daar hebben we wel onze regende kikker. Ach joh. Had je geen regenbroek bij je? Nee. Ja. Een regenbroek is natuurlijk niet cool, toch? Ik ga weg. Maar ik ben Pieter. En ik ben Pieterboom. Ik ook. Gideon, wat heb je gemaakt? Een klikkerbaan. Ik kan mezelf zonder hulp niemand helpen. Je hebt één grote fan van je klikkerbaan. Hij wil er een hele dag in spelen. Hij zit erop in totaal gisteren. En dan ook nog een andere dag, die echt al 15 of zo.